Lig je lekker? Nou, zo zou ik het niet noemen. Of mensen die noemen het een haai of een menselijke torpedo ook af en toe, daar lijkt het misschien meer op. Als piloot ben je hoe dan ook de sigaar? Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Het team van de WASUB 9 gaat met 16 km per uur voor een nieuw wereldrecord. Ja, in principe is het gewoon een fiets met een ketting, met de trappen. Het is wel echt heel leuk eigenlijk. Je leert heel veel nieuwe dingen en in het team werken met andere mensen. Het ontwerp van de mini-sub is Thijs letterlijk op het lijf geschreven. Hij moet liggend op zijn buik fietsen, afzetten met zijn schouders en zelfs de punten van zijn schoenen zijn ingekort. Je moet niet claustrofobisch zijn. Nee, je moet niet claustrofobisch zijn, maar je ziet, daar heb ik ook de ruimte niet voor om dat te zijn. Met deze joystickjes, je hebt er 2 vast. Die heb je dus onder je borst. Kan je met je wijsvinger sturen links, rechts, beneden, naar boven en rollen links en rechts. Hier zit een onboard computer in en die stuurt de motortjes aan waarmee de vinnen kunnen bewegen. Om te winnen moet Thijs volgende week op de marinebasis in Washington een kilometer keihard doortrappen onder water. Het is een groot evenement, het blijft een wereldkampioenschap, dus er zit wel wat druk achter. Het voelt heel gaaf. Het is niet echt iets waar je ergens anders mee kan vergelijken. Maar het houdt me wel af en toe wakker straks als ik al denk hoe het gaat zijn. Ik heb er heel erg veel zin in, misschien iets te veel zin zelfs.